We zijn hier in Theater De Veste in Delft, professionele thuisbasis van Koen Vermeeren. Hij is docent lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU in Delft. En aan diezelfde TU is hij ook hoofd studium generale, waar hij allerlei controversiële onderwerpen programmeert. En hij heeft vanavond een programma met Lange Frans. En dat noemen ze Koen Vermeeren en Lange Frans nemen geen blad voor de mond. Nou, dat doen ze zeker niet. Zij spreken over onderwerpen als buitenaards leven, Trump, de maanlanding en dergelijke. En dat zijn er niet bepaald onderwerpen waar je een carrièreboost mee kunt verwachten. Dus wij gaan hun even vragen waarom zij deze avond op deze manier hebben geprogrammeerd. Een rapper en een wetenschapper samen op de bühne over controversiële onderwerpen. Hoe is dat tot stand gekomen, Frans? Nou, ik las Koens boek en toen dacht ik, wauw, een goed boek. Ik keer als een Nederlander, dus dan wil ik gewoon met mensen praten. En dan ga ik gewoon mensen lastigvallen op Twitter. Eigenlijk stalken dat ze me terugbellen. En dan komt er contact. En toen hebben we inderdaad afgesproken. Even een keer een biertje gaan drinken. En het klikte eigenlijk wel. En we merkten dat we op onze eigen manier, binnen onze eigen vakgebieden, toch wel bezig waren met dezelfde onderwerpen. Ja, en vrij bijzonder, want het zijn niet onderwerpen waarvan je nou gelijk denkt dat het een carrièreboost geeft. Nee, dus wat maakt dan dat jij daar toch best wel behoorlijk mee bezig bent? Nou ja, kijk, ik ben nu het punt in mijn leven en in mijn carrière dat ik heb de ruimte om het te doen. Ik kan het doen. Ik heb niemand meer boven me. Ik heb geen management team. Ik heb geen platenlabel. Ik doe alles zelf. Dus ik heb de vrijheid om het te doen. Ik word ook niet gekortwiekt op geen enkele manier. Dus het kan. En ik heb een beetje de tijd en de ruimte om een beetje onderzoek te doen. En kijk, je moet je wel inderdaad af en toe gaan afvragen. Ja, ik vraag me ook gewoon niet meer af, is het verstandig? Ik opereer gewoon vanuit wat goed voelt om te doen. Maar er zijn ook al mensen in mijn directe omgeving die af en toe zeggen van, zou je dat nou wel zeggen? Mm-hmm. En is het nou wel heel verstandig om zoiets als Kamervraag 2 uit te brengen? En daar denk je dan over na en uiteindelijk maak je daar beslissingen over. En met de beslissingen die je maakt moet je maar vervolgens eigenlijk leven. Ja, maar Kamervraag 2, dat was niet uit de lucht gegrepen. Hè? Kamervraag 1 was er al. Het land van was er al. Mm-hmm. Hè? Maar ook jouw nummer met Anita Meijer. Mm-hmm. En daar zat hij ook bommetje vol mee. Mm-hmm. Hè? Wie popte Timmetje, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Waar is jouw onderzoek begonnen eigenlijk? Wat kwam je voor het eerst tegen in deze richting? Als we echt terug gaan naar het prille begin, dan ik schreef in 5 VWO, toen was ik 17 of 18, schreef ik een geschiedeniswerkstuk. En geschiedenis was echt mijn favoriete vak. Ik kon het heel goed vinden met mijn leraar en ik was echt een streber met geschiedenis. Ik haalde echt alleen maar 9's en 10's. En dat was met wiskunde B niet het geval, om aan te tonen waar mijn hart lag, zeg maar. En toen had ik een geweldig stuk geschreven. Deels gebaseerd op boeken van Graham Hancock over de gelijkenissen tussen de tempels van de Maya's en de Inca's en de Egyptenaren. En hoe dat dan allemaal kan, dat er stukken steen zijn die gewoon 100.000 kilo wegen. Ik vind dat heel knap. En als ze dan vertellen dat je dat met heel veel mankracht en boomstammetjes en mammoeten en touwen, dat je dat dan 300 kilometer kan verplaatsen. Dan denk ik, wauw, wat knap. En op een gegeven moment denk je, hey, dat is ook zo. Soms denk je bij jezelf, het is ongelooflijk. En als je bij jezelf denkt, het is ongelooflijk, dan moet je het misschien ook soms maar eens gewoon niet geloven. En ik ben toen in Guatemala geweest, volgens mij heette dat Tikal, ik weet niet zeker, een zo'n grote Inca-stad. En ik kwam daar, ik was 17 jaar, we waren op vakantie daar, mijn vader had gewerkt in Nicaragua. En toen gingen we daar kijken. En dat is zo ongelooflijk indrukwekkend als je dat ziet. Zo'n gigantische, massieve stad, zulke tempels, zo hoog, zulke grote stukken steen. Dan denk je, hoe kan dit in hemelsnaam? Mm-hmm. En of ze nou met z'n allen goed konden zingen en dat ze de stenen konden laten vliegen. Of dat ze geweldige grote lasers hadden en anti-zwaartekracht. Ik weet het niet. Ik weet in ieder geval dat, als wij nu met een ongelimiteerd budget het grootste bouwbedrijf op aarde opbellen om te zeggen dat we precies zoiets willen, dan lukt het ze niet om dat nog een keer in elkaar te zetten.
Nee. Klopt, er zijn vele van dat soort bouwwerken. Ja. En dat heb je dus met eigen ogen gezien. Zou je dat, was dat jouw wakker word moment? Zou je dat zo kunnen zeggen? Nou, vanaf dat moment ben ik er nog meer over geweest. Oh nee, om terug te komen op het geschiedeniswerkstuk. Nee, ik heb net verteld, ik haalde alleen maar goede cijfers. En ik kreeg een 5,5 voor dat werkstuk. Dan had ik bij alle andere vakken in mijn pakket, was ik content met een 5,5. Want 5,5 is de maximale score met de minimale input. Dus, hè, dus als je ook van je vrije tijd houdt tijdens je schoolcarrière, is als je altijd een 5,5 scoort en je doet dat constant bij alles, dan heb je het maximaal eruit gehaald met de minimale input. En dan hou je tijd over om te leren blowen en naar de disco te gaan en allerlei andere belangrijke dingen in het leven. Dat is, hè, eerlijkheid gebied me om dat te zeggen. Maar ik kreeg dus een 5,5, terwijl ik vond dat ik op zijn minst een 7 of een 8 verdiende. Want ik vond het echt goed. En ik had ook het idee van, luister, waarom praten we hier niet over? En toen kwam ik erachter hoe voorgeprogrammeerd en vast hij zat. In wat je dus mag vertellen, in wat je mag geloven. En dat heeft mij nooit echt losgelaten meer, dat gevoel. Mooi. Vanavond is een avondje debat met muziek en deze onderwerpen. Ben je tevreden? Nou, ik vond het leuk. Het was voor ons natuurlijk ook een eerste keer. Dus we moesten ook een beetje naar een vormpje zoeken. Ik weet dat we heel veel slides zijn geweest en filmpjes die we niet hebben kunnen behandelen. Je merkte dat een aantal van de mensen in het publiek, ja, zeker al kunstboeken gelezen en nog veel meer. Weet je, dat was... als je zelf al heel veel boeken hebt gelezen over UFO's en Roswell, et cetera, dan wat Koens boek dan meer doet, is een soort van goede, heldere Hollandse samenvatting van het UFO-fenomeen van de afgelopen 70 jaar, weet je wel. Maar je merkte dus dat een aantal mensen wisten wel al heel snel waar het over ging, en een aantal mensen die hadden dat helemaal niet. Dus dat een soort van. Dus dan is het altijd moeilijk om te kijken waar ga je dieper op in en waar niet op in. En er waren net een aantal mensen die naar me toe kwamen, die hadden bijvoorbeeld ook nog nooit gehoord van WTC-7. Nou ja, als er iets in dat hele verhaal een duidelijke smoking gun is, dan is dat het natuurlijk wel. En het feit, al zijn er 4 mensen die dat nog nooit hebben gehoord, en die gaan straks naar huis en die denken morgen toch nog eens, wauw, ik ga me daar toch nog eens wat meer in verdiepen. En vervolgens zitten die volgende week op verjaardag bij tante Mien uit Emmen. En dan gaan ze toch eens zeggen, nou, tante Mien, heeft u dit YouTube-filmpje wel eens En ik hoop dat het als een soort van sneeuwbaleffect aan de gang gaat. En dat ja, je moet niet preken voor het koor. Dat heeft niet zoveel zin. En ik hoop dat we, wat ik belangrijk vind, als tante Mien ermee geconfronteerd wordt, dat we er in ieder geval gewoon over kunnen praten. Zonder... Nou ja, wat dat betreft moet ik jullie beide echt credits geven. Want jullie preken en jullie hebben beide carrières om over deze onderwerpen te spreken. Dan zet je toch wel iets in de waagschaal. Dus dat vind ik sowieso al niet preken voor eigen koor. Dus wat dat betreft echt een diepe buiging. En jij bent een van de weinige bekende Nederlanders die over dit soort onderwerpen wel spreekt. En er zijn heel veel mensen zijn daar ontzettend dankbaar voor. En waaronder ik zelf ook. En weet jij nog meer bekende Nederlanders die bijvoorbeeld wel van dit soort onderwerpen weten en daar zelf ook denken van nou, dat klopt allemaal wel, maar daar niet mee uitkomen bijvoorbeeld? Of zijn er samenwerkingen op komst met jou van mensen die eruit willen komen? Kijk, je moet je voorstellen dat er werd mij vroeger heel vaak gevraagd, had ik een televisiecontract. En toen vroegen ze me altijd, ja, wat wil je nou echt graag maken? En kwam ik altijd op een soort van ancient alien-achtige theorieën. Dat wilde ik dan uitzoeken en daar wilde ik naartoe. En er was altijd een ongelimiteerd budget om van allerlei leuke dingen te doen. Maar dat moest dan wel de sponsor aanspreken natuurlijk. Weet je. Dus kijk, zodra je het... Een tv is een perfecte manier om mensen wat te vertellen. Want je kan met beelden en je kan met stokbeelden en je kan snijden. Je kan een voice-over en je kan interviews. Je kan zo'n prachtig beeld kan je schetsen. Daarom ben ik ook zo gek op documentaires. Daarom ben ik ook zo gek op onderzoeksjournalistiek op televisie. Dat werkt prima. Maar
als je gaat kijken naar de commerciële kant van tv en er moeten reclameblokken verkocht worden. En dat zijn twee werelden, die voeg je niet zo makkelijk samen. En het is een perfect medium om mensen wat bij te brengen. Maar het is misschien nog een mooie medium om mensen domiciel en in slaap te houden. Dat is de andere kant van de medaille. Welke mensen weet je die wel wat weten? Wil je daar iets over zeggen? Ja, kijk, je moet je voorstellen, er zijn natuurlijk heel veel zangers en zangeressen maar als dat ook mensen zijn die bijvoorbeeld wel hartstikke populair zijn en veel platen verkopen en veel optredens doen, maar niet hun eigen teksten schrijven, ja, wat moeten hun dan zeggen? Ja. Snap je? Dus veel mensen kunnen niet eens in hun eigen kunstvorm, die kunnen zich prachtig uitdrukken omdat ze mooi kunnen zingen, om een voorbeeld te noemen, maar hebben niet de power van de pen. Ja, dan wordt het lastiger. En het is altijd veiliger om je kanus dicht te houden. Ja, zo is het. Maar goed, iedereen heeft ook op het moment dat je groot bent, dan zou je wel kunnen uitspreken, ook al was het alleen maar in interviews, al is het niet in je muziek. Klopt, maar ja, ook in interviews, daar kan je ook weer genadeloos op worden gepakt natuurlijk, weet je. Zeker. Zoals als ze dit interview in soundbites op gaan knippen, kunnen ze mij helemaal kapot maken natuurlijk. Ja. Hey, maar dat is ook, ik vind context ook belangrijk en ik kan daar ook wel vanuit de pan flippen. Dus één keer heb ik een beetje toelichting gegeven op wat tv-werk wat ik heb gedaan. Dat was een groot interview in de NRC, waar mijn quote een klein onderdeeltje van was. Dus ik werd gebruikt, en dat wist ik, om een totaal beeld te schetsen van een bepaalde situatie. Vervolgens wordt één zo'n quote wordt eruit gehaald en dat wordt een nieuw nieuwsbericht. En dan, weet je, zo snel kan het gaan. En mensen in Nederland zijn gewoon heel voorzichtig. Kijk, ik bedoel, ik heb mijn Kamervraag 2 helder uitgesproken tegen het Koningshuis. Dat ik bedoel, tussen de regels door zeg ik ook van, ja, weet je, wat moeten we nog in godsnaam met een monarchie? Weet je, come on, het is fucking 2017. Laten we nou gewoon het land gaan besturen met een grote groepsapp. En dan kan iedereen zeggen wat hij wil. En dan is het gewoon meeste stemmen gelden. Dan gaat het zo vlotter en dan kunnen we door. Piratenpartij. Tussen neus lippen door. Ga je stemmen? Ja, op de Piratenpartij. Okay. Ik weet niet of het. Ik gun ze de kans. Snap je? Dat is het meer. Ik bedoel, het is veel kutter dan nu kan het toch niet worden. Dus laten we nieuwe mensen gewoon een kans geven. Zoals je moet de oude mensen ontslaan. Maar kijk, ik moet niet de illusie hebben dat ik op de 18e verjaardag van Amalia een mooi liedje mag zingen. Nee. Begrijp je wat ik bedoel? Zeker. Dus er zijn al vrij snel zijn er consequenties. En dat kan je verder doortrekken. Kijk, er zijn gewoon korte lijstjes en er zijn een paar mensen die gaan over die korte lijstjes. En een kort lijstje kan zo veranderen in een zwart lijstje, weet je wel. En kijk, ik probeer zo onafhankelijk mogelijk te werk te gaan en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van die hele donkere wolk die daar omheen hangt. Want dat is, kijk, als je daaraan moet gaan toegeven, dan moet je gewoon in het gereel lopen. En dan is het uiteindelijk toch uitvoeren van orders. En dat doe ik liever niet. En als jij het mag zeggen, en dan mocht van één dossier de onderste steen boven komen, welke dossier was dat dan? Er zijn er veel. Ik vind ook dat we wel gaan moeten bekennen dat er ook aan onze handen bloed kleeft. Er is geen dag geweest dat Obama sowieso volgens het beeld een of andere superpresident geweest. En god, wat was Obama leuk, want ik kon die man zo lief lachen. En er is geen dag geweest dat hij geen droneaanvallen heeft uitgevoerd. En nu wordt heel Nederland hartstikke boos op Trump. Iemand die we totaal niet kennen, in ieder geval niet persoonlijk. Die democratisch is gekozen. En waar iedereen wat over te zeggen heeft. Terwijl, weet je, hij is niet de man geweest die al 8 jaar lang op die droneknop aan het drukken is. Weet je. Dus laten we dat nou gewoon even zien voor wat het is. Maar als ik een dossier zou moeten uitkiezen, dan zou ik na 15 jaar duisternis, zou ik wel een zonnestraaltje op dat hele Demming verhaal willen hebben. Ik denk dat toch ook wel een aantal andere dingen aan het licht kan brengen misschien. En ik ben zelf vader van 2 kinderen. Mijn zoon is 8 en mijn dochter is 5. En als je zelf vader bent of moeder bent van kinderen, dan ga je nog heftiger nadenken over mensen die kwaad willen met onschuldige kinderen. En nou, vorige week weer in het nieuws gekomen dat er 900 rechtszaken af zijn gekocht binnen jeugdzorg. Nou, dat vind ik
verschrikkelijk. We hadden een slide, volgens mij hebben we die niet laten zien, over een paar maanden geleden in Californië, dat er 472 arrestaties zijn geweest met oog op een hele grote human trafficking ring. Dat is verder niet groot in het nieuws gekomen. Ik vind als er bijna 500 mensen gearresteerd worden die allemaal wat met elkaar te maken hebben, dan vind ik dat is iets waar het nieuws mag halen. Als ik soms hoor wat voor rare dingen er op het journaal in die NOS-bulletins worden vermeld, dan denk ik echt bij mezelf, wat hebben wij hier aan? Om een voorbeeld te noemen, 2 weken geleden was dan op het NOS-journaal, werd de hele dag het verhaal herhaald dat er een man was in Colombia, die had zijn eigen dood in scène gezet om onder een bordeelrekening van $3000 uit te komen. Dan denk ik, hartstikke leuk, zo'n Indianenverhaal. Maar wat de fuck, serieus, wat de fuck hebben wij hier aan zo'n verhaal? Weet je? En ja, ik kan me daar wel lichtelijk over opwinden. En ja, ik vind het Deming-verhaal wel interessant. Weet je? Er zijn zoveel mensen die daar iets, die daar dingen over hebben geroepen in de vorm van, ik heb dingen gezien, ik weet dingen, ik ben misbruikt, ik heb daar onderzoek naar gedaan, het hele Rolodex verhaal. Heb je zelf al contact gehad met dat hele Van der Plas? Nee, ik heb wel met heel veel bewondering gekeken naar, volgens mij was het interview wat zij deed met Jan Roos, als ik me niet vergis. Ja. Dat vond ik heel mooi en ik ben echt geen fan van Jan Roos. Ik weet niet waarom, eigenlijk precies. Jan is vast aardig, hij heeft mij ook nooit wat gedaan of zo. Maar ik zijn hele manier, het is gewoon niet hoe ik het zou doen. Ik zou niet op hem stemmen, maar ik vond dat hij dat wel echt heel goed deed. En ik vond het fijn dat zij in ieder geval een podium kreeg om haar verhaal te doen. Want ja, het is gewoon, het stinkt. Ja, absoluut. En als iets stinkt, dan moet je de ramen openzetten. En dan moet de zon erin en met frisse lucht. Snap je? Ja. Als je 4 dagen lang dezelfde onderbroek aan hebt, dan wil je hem ook in de wasmachine doen. Ja, kom maar door. Hey, en als je 1 ding kon veranderen in de samenleving, wat zou dat dan zijn? Ik denk dat we... Weet je, we zijn... Iedereen is heel... Dat wordt ook heel erg gepromoot, denk ik, op alle levels. Iedereen is heel erg hebberig. En vervolgens ook heel erg houwerig. Dus als je het helemaal hebt, dan wil je het ook nog eens houden. Ik heb altijd zoiets van, ik kan niet een biefstuk gaan eten en iemand naast mij zien zitten met honger. Dat klopt niet bij mij, zeg maar. En ik heb altijd zoiets van, als we nou kunnen delen en er is genoeg, want we hebben hier echt genoeg. Weet je, hoe kan het in godsnaam zijn dat er mensen zijn in Nederland die naar een voedselbank moeten? Hoe kan het dat er ouderen zijn die gewoon niet verzorgd worden en die worden leeggeroofd? Ik heb alleen maar gigantische vraagtekens. Hoe kan het zijn dat we in godsnaam Gordon en Gerard Joling nodig hebben om die problematiek onder die ouderen aan de man te brengen? Het feit dat zo'n programma gemaakt kan worden met echte schrijnende verhalen, dat vind ik erg. Ik vind het tof dat die jongens dat gedaan hebben, hoor. En ze handelen op dat moment echt wel uit het goedste van hun hart. Dat geloof ik echt wel. Maar het feit dat het zo ver kan komen, ja, dat is belachelijk. En dan zie je nu weer, dan zie je de hele politieke poppenkast weer voorbij trekken. En dan zegt nu verandering, nu. En het moet anders. Ja, maar wat moet dan anders? Jullie zitten tot, weet je, het is, Den Haag voelt als een soort wachtkamer voor, dan ga ik in de Raad van Commissarissen daar, of dan ga ik dit doen, of ga ik dat doen. Ik heb zoiets van, we moeten daar mensen hebben zitten die oprecht willen besturen. Die oprecht naar nieuwe en goede manieren zoeken. Om te zorgen dat het beter wordt voor iedereen. Ik denk dat de grootste missie moet zijn. En ik heb niet het idee dat we daar heel hard mee bezig zijn. Dat vind ik jammer, want ik heb wel het gevoel dat dat kan. Ja, en wat betreft, dankjewel. En wat betreft jouw ambities en deze onderwerpen ook. Wat kunnen we nog meer van jou verwachten in de toekomst? Ja. Kamervraag 3? Of nog een muzikale samenwerking met Koen? Of nog iets heel anders? Het zou allemaal mogelijk kunnen zijn. Het hangt er vanaf waar de muziek me naartoe brengt en inspireert. Het is ook vaak van, soms hoor ik een stuk muziek en dan begint mijn pen gewoon te lopen. Dat heeft er ook veel mee te maken. En kijk, dingen die mij interesseren zullen altijd linksom of rechtsom hun weg terugvinden in mijn muziek. Dus als ik geïnspireerd raak door, dat kan van alles zijn. Maar als het me genoeg raakt, dan zal het
soms heel direct en soms wat minder direct wel ze wegvinden naar de muziek. En dat is mijn manier, weet je wel. Ik denk dat ik de meeste power heb door gewoon te zorgen dat ik de liedjes... Ik moet gewoon de beste Lange Frans zijn die ik kan worden. Heerlijk om je dat te horen zeggen. Ik denk dat het belangrijkste is. En ik denk dat ik daarmee mezelf ook de taak stel om liedjes te maken die ik... Kijk, in de eerste plaats wil ik songs maken die ik zelf heel erg goed vind. Want als ik het zelf heel erg goed vind, dan is de kans groot dat jij het ook tof vindt. En ik maak wat ik maak met uiterste concentratie. En ik zoek de beste mensen in mijn team om dat te doen. En ja, ik neem mijn werk echt serieus. Snap je? Als ik op het podium sta en ik moet 30 minuten feest vieren, dan wil ik er ook echt voor zorgen dat gebeurt. En ik zeg ook altijd tegen mensen die mij boeken, zeg ik oprecht, niet goed geld terug. Als jij niet vindt dat ik heb geleverd wat ik heb moeten leveren, dan hoef je van mij niet te betalen. Als ik een timmerman bel om een deur bij mij te maken in mijn huis, dan verwacht ik dat die deur het ook gewoon 10 jaar lang gewoon goed doet. En als hij het niet doet, dan bel ik hem op en zeg ik, er is iets mis met je deur, snap je? Dus ik ben daar wel heel erg voor. En dat is de kleinste bijdrage en de grootste bijdrage die ik kan doen, denk ik. Absoluut. Feest maken en bewust worden. Ja. Nou, wat mooier kan het zijn. Ja, het kan ook samen. Kijk, ik vond het leuk dat je die Anita Meijer-track aanhaalde. Dat was een liedje wat geschreven is voor de beste zangers van Nederland. En we waren onderweg in een klein vliegtuig met z'n allen naar Zuid-Frankrijk. Ook het eerste jaar dat ik meedeed, dus ze gingen 10 jaar lang naar Ibiza. En ik doe mee en we gaan naar een koud Zuid-Frankrijk in maart. Boe fucking hoe mag ik? Ik wist dat ik dat liedje mocht doen omdat ik als niet-zanger eerste keus had op de songs. En ik checkte de White Tell Me Why en dacht ik van ja, dit is wel een beat waar ik wat op kan. En ik wist dat de hoek zou blijven en ik wist dat mensen sowieso al lekker zouden gaan op de muziek. Dus toen denk ik, ik kan twee dingen doen. Ik kan het met twee vingers in mijn neus schrijven en gewoon wat onzin eruit kramen. Of ik kan proberen om gewoon toch op, want het is een beetje op tempo natuurlijk, zelfs voor rappers, het gaat vrij rap. Ik denk, ik kan gewoon een heleboel dingen erin fietsen. En het is, ik heb de tekst letterlijk geschreven in de anderhalf uur dat we in het vliegtuig zaten. En ik van, ja, ze kunnen me straks toch niet meer tegenhouden. Dit is wat ik schrijf. En dat maakt dus ook helemaal niet uit. En iedereen vond het leuk. Het was ook super gaaf. Dat is het ook. En dus ik probeer momenten uit te zoeken waarop ik dat kan doen, zeg maar. En dit was duidelijk zo'n moment. En het is een plaat ook. Hè. Er is ook veel discussie over geweest. Want de 9 miljoen keer bekeken op YouTube, hè? Kijk, de moeder van mijn kinderen deed toen mijn management. En zij zei, en ze heeft, het is heel kut om toe te geven, maar ze heeft fucking altijd gelijk. Dat maakt er ook bloed in die tand, maar ze hebben altijd gelijk. Zij zei, dit moet er nu uit als single. Want het ging al op YouTube, ging het al hard, weet je. En ik dacht, wauw, oké. En mijn platenlabel toen tijd, waar ik een contract had getekend om een album te maken, die zagen dat heel anders. En dat is ook de reden geweest dat ik, dat is ook de eerste kleerscheur is geweest die geleid heeft tot een grotere breuk tussen die twee partijen. Tussen zeg maar mijn team en het platenlabel. En ik echt dacht van, ja maar, weet je, dit is gewoon, het is een hit. Het was al een hit, dus veel mensen die de plaat al kennen van vroeger, die vinden het leuk dat ze hem nog een keer horen. En dat de originele zangeres nog steeds grotendeels van het nummer doet. Dus dat is, aan de ene kant is het, ik vind het tof dat er zo op gereageerd wordt. Ik ben blij, ik speel de plaat ook veel. Maar als ik toen al vrijer was geweest van het systeem, had ik er meer aan kunnen doen om te zorgen dat ook de plaat groter op werd gepikt door radio en wellicht hitlijsten. Het zal altijd blijven knagen aan die plaat, maar goed. Het is, nou ja, het is echt op tv geweest en het is een ongelofelijke YouTube. Ik heb vanaf dat moment, dit is 14 geweest of 13, 2013, 2014. Nee, de plaat moest toch komen. Dus het is 2012 is dat geweest dat die opnames zijn geweest. Ik heb sinds in de afgelopen 5 jaar heb ik ook zeker 30 of 40 optredens samen met Anita Meijer gedaan. Dat mensen ons dan boeken voor een half uurtje, mij een half uurtje niet. En als ze dan vragen of we die track samen willen doen. En dat is voor mij altijd een super grote eer natuurlijk om dat echt samen met haar in het land te doen. Dat is heel fijn. Ja, super gaaf. Nou, ik hoop nog heel lang van jou te kunnen genieten en je nummers en wat je eraan bewustwording in stopt. Dankjewel. Dus dankjewel. Dankjewel ook voor het interview. En we kunnen. Er waren heel veel momenten om
allerlei richtingen nog op te gaan. Dus ik doe graag nog een keer een interview met je. Top, dankjewel. Oké, heel bedankt.